Meneer Van Eekhout, wanneer is eigenlijk uw bewondering voor Rick Wouters begonnen? Tamelijk vroeg, laat ons zeggen, toen wij begonnen te tekenen, te schilderen, vanaf mijn 16 jaar denk ik. En dan later in de academie, waar verschillende leraren eigenlijk nog altijd werkten in de stijl van Rick Wouters. Onder andere Bosselaars en de directeur Ernest Albert. En eigenlijk ja, vond ik dat misschien minder gepast dat die mannen eigenlijk Rick Wouters nog volgden. Die zouden moeten volgens mij eerder persoonlijk gewerkt hebben. Ja. En dan ook in 1961 hier is het belangrijk boek van Ernest Averen, van Roger Avermaten verschenen, Rick Wouters. Waarschijnlijk het eerste belangrijk boek van die tijd. En dat is een soort naslagwerk en dat heeft mij, ik heb dat dus gekocht. En dat heeft mij, dat heb ik dus altijd heel belangrijk gevonden. En nu tegenwoordig is het dus het boek Rick Wouters, biografie van Erik Mien. Dat is eigenlijk gepaard gaat met zijn hedendaagse tentoonstelling in het Schepenhuis in Mechelen. En dat is een heel interessant boek, dat eigenlijk nog veel meer op de zaak ingaat dan misschien het boek van Avermaten. Het is heel gedetailleerd en het heeft veel uitwegen naar randfiguren en figuren die Rick Wouters gekend heeft. En het behelst natuurlijk gans zijn levensgeschiedenis. Waarom werd je toch zo aangegrepen door het werk van Rick Wouters? Ja, ten eerste door zijn kleurrijk gebruik van de verf uiteraard, van zijn vlotte manier van schilderen, zijn vrouwelijke thema's. Ook zijn, laten we zeggen, quasi grotendeels vrolijk aangenaam leven in de zin van zijn verhouding met Mel. Die moet dan een hele interessante verhouding gehad hebben. Dat was natuurlijk wel armoede en problemen met zijn vader. Ook een afkeer van de stad Mechelen die zij eigenlijk ontvlucht zijn. En dan voor de rest ben ik heel sterk aangegrepen door het einde van zijn leven. Ook het feit dus dat hij een oorlog uitbrak en dat hij als vreedzaam schilder, een vreedzaam mens, zogezegd het land moest gaan verdedigen en toch verschrikkingen heeft gezien. En dan uiteindelijk moest gaan vluchten met een deel van het Belgisch leger naar Holland en daar in een interneringskamp heeft gezeten. En dan daarna eruit geraakt is in Amsterdam, hebben ze dan een appartement kunnen hebben. Dat heeft hij kunnen schilderen. Alhoewel dat hij toen al geopereerd was van de kanker, de gelaatskanker. En dat heeft mij natuurlijk ook erg aangetrokken, getroffen, omdat zo'n verschrikkelijke ziekte is. En hij dus zoveel pijn heeft geleden. En ook op die jonge leeftijd, dan sterft, op een bepaald ogenblik schrijft hij in zijn brief, ik blaf als een hond, omdat dus de holten hier er was, de kaaksbeen was verwijderd. Hij kon niet goed spreken, tenzij hij daar een prop watten in stak. Heeft zijn manier van schilderen beïnvloed of heb je getracht hem wat na te bootsen? Wat mij bij hem is ergens opgevallen, in de zin van onze opleiding in de academie, die dus heel klassiek was, en die dus vooral de weergave van de realiteit nastreefde. En in portretten bijvoorbeeld was de bedoeling van een assortiment van vleeskleuren te maken. Nu, bij hem was dat heel frappant, en dat hebben ook de fauvisten, Matisse heeft dat ook, dat er dus in het gelaat veel groene schaduwen werden gebruikt door Rick Wouters. Dat is eigenlijk van invloed geweest om eigenlijk naar een vrijere manier van schilderen te gaan. En eigenlijk ja, heb ik toch wel geprobeerd van persoonlijk te gaan werken.
Je hebt ook enkele werken gemaakt als eerbetoon aan Rick Wouters. Kan je zeggen waarom je deze werken schilderde? Ja, omdat ik natuurlijk door zijn leven aangegrepen ben, door zijn kunst. Dit bijvoorbeeld is Rick Wouters in het hospitaal. Hier heb je de vrouwelijke kant van het leven, met rood en lichtblauw is er verder. Hier heb je zogezegd gestold bloed. Dus eigenlijk de twee facetten van zijn leven, twee grote facetten, het geluk en de tragedie zijn hierop geschilderd. Het groen heb je er ook in, dat is ook een hommage aan hem, dat is een speciaal groen. En dan beneden het aquarelje, het acryltje. Ik blaf als een hond. Dat is eigenlijk, heeft mij aangegrepen in het hospitaal, dus het feit dat hij door zijn operatie van onze kaak niet meer kon spreken. En dat is nogal bloederig ook. Hè. En ik denk dat ik een van de weinige schilders ben die zo'n thema's heeft geschilderd.